live vlog. Normaal gezien zijn er 100 links in beeld. Dat is nu niet meer. Dus een nieuw dingetje, als je graag 100 link zou willen, omdat ik soms een beetje onduidelijk praat, kun je dat hier zo doen. Er is nu ergens een pijl en dan kan je gewoon poem klikken en ondertiteling in het Nederlands opzetten. In deze vlog gaan we vier dingen doen. Allereerst moet ik niet met mijn camera tegen de muur botsen. Maar dus allereerst gaan we naar Italië, naar Livigno. Waar ik een set moet draaien in de Bergen. Dus ik ga nu naar de luchthaven en dan gaan we naar Livigno, Italië. En ik ga jullie meenemen. Daarnaast, wat moet ik hier nog doen? Dancefair doe ik ook. Dancefair is een muziekbeurs waar onder andere Nicky Romero, Martin Garrix en zo masterclasses en sessies doen. En een hele leuke beurs voor alle DJ's om dingen en apparatuur te ontdekken. Ik ben er ook met Pioneer DJ, waar ik een masterclass geef en uitleg geef over alle producten. Dus daar neem ik jullie ook mee naartoe. Ten derde moet ik een DJ-les geven op topvakantie in Kokseir. Hallo Janis! Hey! Dat is een DJ-kamp waar ik een sessie doe en een DJ-set achteraf. Dus dat gaan we ook zien. En last but not least, mijn nieuwe single Papi Dime is nu online op Spotify en overal waar je hem kan streamen. Dus check hem zeker uit. En ik ga naar Steen Edlund, een bekende TikToker. Op Musical.ly is hij heel populair en actief. Dan gaan we samen een dans-TikTok maken. En daar ga ik jullie ook mee naartoe nemen. Dus als je het leuk vindt, druk alvast op de subscribe button hier down below, ergens op je beeldscherm. En dan gaan we nu deel beginnen. Let's go! Ik ben hier net toegekomen in Italië op de luchthaven van Milaan. Milano, Agesto. Nu, het wacht op de driver, de chauffeur. Die moet er normaal over in 20 minuten zijn, dus ik ben even aan het rondkijken als er iets te eten valt. En ja, dan ben ik benieuwd hoe lang we nog moeten rijden. Want ik heb op Google Maps opgezocht naar het dorp waar ik moet draaien, nog een 4 of 5 uur. Dus ik ben benieuwd hoeveel het eigenlijk gaat zijn. La, la, la. Waiting. Ben je net hier zo in het hotelkamertje? Of het is eigenlijk een appartementje? Klein hier zo. Ik ben net iets gaan eten met deze is een DJ. Maar ik ben nu een beetje moe, dus ik ga hier zo in bed. 3, 2, 1. En dan zijn we spelen en ik neem jullie mee. Maar nu eerst slapen, jongen. Pauw, pauw, pauw. Tafel. Keuken is design. Doek. Bed. Mooi bed. TV. TV uitzicht. Eend uitzicht. Spiegel, mooie spiegel. WC. Bad. Kuip. Douche. Zeepjes. Ziet er goed uit. 1, 2, 3, 4. We go to eat pizza. Hello! We go to eat pizza in Birrificio Livigno. Livigno is the highest beer industry in Europe. Cool. My first Italian pizza. Ciao bella. Good morning. It's now 3:30 something. Yeah, dus het is 3:30. En ik moet om 4 uur vertrekken. Of om 4 uur komt Giuseppe me terug ophalen. En dan gaan we terug naar de luchthaven. Ongeveer 4 uur rijden. Dus ik ga daar rond 7:45 zijn. En ik heb om 8:45 mijn vlucht. Dus dan ben ik daar zeker en vast op tijd, denk ik. Ik kan nu niet logisch nadenken. Als ik net wakker ben. Dus ik ga me nu even douchen. En dan gaan we naar de luchthaven. En dan vliegen back to Belgium.
Eerst douchen. Gedoucht, klaar om te vertrekken. Ik heb wel geen gel bij. Dus ik ga het hiermee moeten doen. Oh my god. Dus ik ga mijn kap terug opzetten. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Sono un italiano vero. Ti amo. We zijn weer op de luchthaven en het is nu iets na 7. Dus we hebben super veel geluk gehad met het verkeer eigenlijk. Normaal is het nog 4 uur of 4 uur en een half rijden en we hebben er 3 uur en een klein beetje over gedaan. Dus super goed, nu de gate gaan zoeken. Ik hoop dat ik die zonder problemen kan vinden. Anders ga ik niet thuis. Dat was een korte recap van hoe Italië geweest was. Super leuk en heel veel toffe mensen. Nu mijn spullen weer pakken en dan vertrek ik naar Dance Fair in Utrecht, de muziekbeurs. En ben ik morgenavond, denk ik ook, spelen samen met Leicester op een heel leuk feestje. Daar neem ik jullie ook mee naartoe. Dus let's go, Utrecht, Nederlands. Let's go! Ja! Dit is de main DJ booth. Hallo, hallo, hallo. Ja, om hoe laat moet ik bij jou zijn? Oké, dat is goed. Oké, merci, dan weet ik dat. Goed, tot straks, bye bye. Goed, ik moet om 11 uur bij Robben zijn, zegt hij net. Het is nu 7:30 en het is 2 uur rijden. Om 9 uur vertrekken, dus dat is een uur en een half. Dus ik kan een uur en een half slapen, ik ben net terug van Dance Fair. Dus een uur en een half slapen en dan draaien vandaag op 2 feestjes. Eentje in Willebroek en eentje in Roeselare met Leicester samen. Dit is de hotelkamer, by the way. Misschien even een kleine rondleiding geven. Woe! Dit is de hotelkamer, super hotelkamer van de Valk in Breukelen. Hey, lekker dicht bij Utrecht. Ja! Ook de badkamer is mooi. Een mooie badkamer. Nou, hier kan je je haar prima in doen hoor. Ik ga nu eens doen wat ik al keihard niet meer gedaan heb. En dat is in bad gaan. Er is een bad. Ik heb thuis geen bad. En hier is een bad in de hotelkamer. Dus ik ga een bad. Peace out. La, la, la.
Hoi hoi, nu in de auto. We hebben net gedaan met afbreken. We moesten het nog heel interessant afbreken. Ik heb een beetje een stijve nek. Van, ik weet niet hoe het komt. Maar ik heb er wel een beetje last van. Nu sta ik nog op de parking. Hey, iedereen is al helemaal weg. Behalve wij natuurlijk. Nu vertrek ik terug naar België ongeveer. Anderhalf uur rijden. Ik heb niet zoveel geslapen dit weekend. Dus ik kan ook niet meer mee eten met de boys. Ik had dat wel graag gewild anders. Maar nu dus naar huis en dan slapen. Nu gaan we naar de topvakantie in helemaal Kokzijde. Anderhalf uur van hier. En daar wil ik eigenlijk DJ-les of een cursus geven. Gewoon uitleggen wat ik doe met mijn DJ-materiaal. Enkele trucjes en zo. En ik hoop dat ze veel vragen hebben. Het gaat een leuke groep zijn. Het is een DJ-kamp, dat is kei leuk. En ik ben heel benieuwd wat ze gaan zeggen of wat ze ervan gaan vinden. Ik ga een klein setje draaien. En ik ben heel benieuwd, dus daar gaan we nu naartoe. Ja, la, 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 la. Sesam, open u. We zijn hier vandaag op topvakantie. Toppie. Het is eigenlijk zo. Now your turn. Come on. En wat hebben we vandaag geleerd? Hot cues gebruiken. En een soort fake scratch. Vond je het leuk? Ja! We zijn er klaar voor. Okay. Hello guys, thanks for watching this video. Leave a like and subscribe down this channel. And comment down below what you want to see next. Thank you, bye. Last but not least ben ik bij Sien Edlund geweest om samen een TikTok op te nemen. En het zijn maar kleine beeldjes waar we niet zoveel gefilmd hebben kunnen hebben. En dit is het resultaat. We proberen zo hoog mogelijk. Ja, maar zo hoog als u kan je dat niet. Ik kan dat op 10 centimeter gefilmd, kan ik echt? Nee. Popau! Dit is alweer het einde van vlog nummer 4. Super bedankt om te kijken. Ik heb deze keer wel geen vragen van jullie kunnen beantwoorden. Omdat de video al een beetje te lang is. Maar stel ze hieronder in de comments. En dan beloof ik ze de volgende keer te antwoorden in de video. Ik antwoord sowieso in de comments. Maar dan doe ik ook één shout-out in de video zelf. De volgende vlog, dus vlog nummer 5 al, gaan we naar Ibiza voor Tomorrowland. En gaan we naar Barcelona om de videoclip van Papi Dimi op te nemen. Die trouwens nu te streamen en overal te verkrijgen is. De link ook hieronder in de comments, dus zeker checken. En dan zie ik jullie de volgende keer. Vergeet niet te liken, te subscriben en te reposten. Of mij een berichtje te sturen als je een vraag hebt. Tot de volgende keer!